Dit is het verkeersjournaal van woensdag 12 maart. Eind van de maand, dan is het zover. Dan vindt in Den Haag de wereldtop plaats in het World Forum. De Wereldtop is de grootste conferentie ooit in Nederland georganiseerd. Er komen delegaties uit meer dan 50 landen, waaronder 58 wereldleiders, 3000 journalisten en 5000 delegatieleden. Ja, en daardoor zal het op de wegen in en rond Den Haag erg druk worden. De organisatie heeft hiervoor al een aantal maatregelen genomen. Vanaf zaterdag 22 maart wordt een aantal straten en wegen afgesloten. En vandaag kijken we specifiek naar de directe omgeving van het World Forum. De straten die rondom het Wild Forum zijn afgesloten: dat zijn de Professor B.M. Teldersweg, dan een deel van de Scheveningseweg, weg, de Johan de Witlaan, het stadhoudersplantsoen, dan een deel van de stadhouderslaan en hier de IJzenhouwerlaan. U kunt dit gebied dan niet in uitrijden. Kijkt u voor meer informatie hierover op onze site, maar uiteraard hou ik u ook op tijd op de hoogte. Al een paar weken zijn ze bezig met de herinrichting van de kruising van de Van Boetselaarlaan en de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Tijdens de werkzaamheden zal de Van Boetselaarlaan in fases worden afgesloten voor het verkeer. En verkeer kan dan omrijden hier via de Houtrustweg en de Westduinweg. Tram 11 blijft wel gewoon rijden. De werkzaamheden zullen in het voorjaar klaar zijn. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje Raad de Straat met vandaag de tweede aanwijzing alweer. Ja, weet jij om welke straat dit gaat? Ga dan naar de site en mail het antwoord en maak kans op hele leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!